Op een mistige zaterdagmiddag lag bij de NDSM in Amsterdam de 39.000 ton tanker Barchalm gereed voor zijn tewaterlating. Een gebeurtenis waarvoor enige honderden schoolkinderen een uitnodiging hadden gekregen. Met vereende krachten sloegen arbeiders van de werf de laatste blokken onder de kiel van het 28 meter brede schip weg. De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw van de Oldeweld van Leeuwen. Zonder aarzeling gleed het 213 meter lange gevaarte van de helling. Met zijn enkele schroef zal dit turbinetankschip dat voor Noorse rekening gebouwd werd, een snelheid kunnen bereiken van ruim 17 knopen. De Barchalm is de vijfde tanker van deze afmetingen die in de laatste jaren op deze werf werd gebouwd.